Ja, toch? Huh? Oké, ik ga tegen je praten. Hoi. En jij moet... Welkom bij weer een nieuwe video op het Foodiness YouTube kanaal. Vandaag ben ik weer op pad voor een video in de serie In de Koelkast Van. En in deze serie ga ik op visite bij bekende Nederlanders, bekende YouTubers of bekende Instagrammers. En vandaag ben ik in Amsterdam en mag ik langskomen bij een echte chef met lef. Nou, heb ik het over een chef met lef? Dan heb ik het natuurlijk over Nijs. Instagram alias is natuurlijk chef met lef. Ja. We kennen jou als blogger, als influencer, als fotograaf, als model, als auteur. Mis ik nog iets? Covermodel? Of ben ik er dan bijna? Ik hou er niet van om het allemaal in te laten, maar dat gaan we wel doen. Ik wil allemaal dingen die ik leuk vind. Dus ik vind het heel leuk dat we vandaag bij je langs mogen komen. Ik ook. En even voor de mensen thuis, chef met lef, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Ik sport al 11 jaar en daarbij moet je dus ook je eten aanpassen en dat ben ik in het begin gaan doen. En dat is altijd heel saai, ik eet je alleen maar kiprijs en broccoli, dat komt je neus uit. En toen dacht ik van oké, sporten vind ik leuk, maar het eten moet anders. Ik bedoel, jij weet dat ook, je kan lekker eten, maar je moet kennis hebben van balans en voedingsstoffen en dan ben ik uit gaan zoeken. En nu creëer ik gewoon zelf een maaltijd en dat deel ik op internet. Dus die kennis heb je eigenlijk opgedaan door ervaring? Ja. Want je bent zelf ook wat zwaarder geweest vroeger, toch? Ik ben inderdaad wel wat zwaarder geweest. Ik heb nog huiswerk gedaan. Ja, dus je hebt wel echt door ervaring... Ja, nee, ik ben als kind zijn ben ik best wel dik geweest en heel onzeker. En ook een soort van emotie eten geweest. Dus... En heb je dat nu onder controle? Dat heb ik nu onder controle. Natuurlijk, iedereen heeft wel eens een uitschieter met eten. Dat is menselijk, maar niet meer zo heftig als vroeger. Maar ik weet wel... Waar het vandaan komt en hoe dat voelt, zeg maar. Ja, en hoe je ermee om moet gaan. Dus je sport. Ja. Nou, je schrijft dus kookboeken. Kookboek. Ik heb er eentje. Ja, je hebt er eentje. Dus eigenlijk ben ik wel heel benieuwd. Hè? Al jouw fotootjes, al je gerechten zijn altijd echt een lust voor het oog. Maar ben je nou, verwen je jezelf ook elke dag zo? Of is dat... Ik ontbijt elke dag met pannenkoeken. Oh wel! Ja, dat verwacht ik ook van jou. Dus ik heb, als je mijn koelkast zo meteen opentrekt, ik heb altijd beslag staan. Ja, een soort basisbeslag? Ja, een soort basisbeslag. En soms dan voeg ik wat cacaopoeder tussen, soms nootmuskaat, soms kaneel, soms gember, soms mandarijn, zest of wat dan ook. Waar ik maar zin in heb die dag. Ja. En dan blijf ik 3-4 dagen goed en dan maak ik weer een nieuw beslag. Zo, dus ik ben elke ochtend blij met pannenkoeken. Zullen we gaan kijken? Helemaal. Ik vind het wel een kleine koelkast trouwens voor een chef, hè? Maar zo haal je het wel schoon. En je houdt zeg maar food waste tegen. Wat? Hoe groter je koelkast, hoe meer... Oké, waar is de pannenkoekenbeslag? Die moeten we eerst veiligstellen, is dat hier? Dat is die. Haal die maar alvast uit. Dan kan ik zo meteen doen voor jullie. En dit... Oh! Ja, dit komt niet over op beeld, maar dit ruikt zo lekker. Mag je het geheim delen met de kijkers thuis? Want hier ontbijt je elke dag mee. Bijna wel elke dag, ja. En wat zit erin? Onder andere? Ik heb van die panken spice mix. Ja? Dus die doe ik er doorheen. Wat nootmuskaat, kaneel, cacaopoeder, ei, kwark, eiwitpoeder, wat bakpoeder. En vers geraste gember. Oh, ook erin. Oh, dat heb ik nog nooit geboekt. Maar geen meel of zo, havermeel? Nee, ik heb van die pancake mix van Body & Fit Shop. Oh ja. Ik ga daar weer blij mee. Hé, hey, wat heb ik nog meer? Ik zie nog meer geprept nu. Nee, gisteren heb ik gekookt voor vrienden. En wat zit hierin? Wat zijn de leftover? Ja, dat is gewoon een salade. Healthy. Met van alles en nog wat groenten. Ik heb zwarte broodjes gemaakt met kip, zelf gekruid, zwarte. Dus dit hoort daar ook bij? Ja, ruik maar. Oh, wat een smaakexplosie. Maar dit heb je allemaal zelf gemaakt? Zelf gekruid, ja. Ja, dit is wel echt, dit is wel chef met lef hoor. Zo ziet het er op beeld namelijk ook uit. Hey, en los van de bakjes, ik zie kwark, ik zie veel sausjes. Die mogen er dus wel bij jou. Ja. Ik heb altijd kwark en vanille yoghurt in de koelkast. Want s'avonds, mijn laatste maaltijd, mix ik altijd vanille yoghurt en kwark. Met een beetje kaneel en dan pindakaas en een hele krokante musli. Dat vind ik lekker. En wat vind je daarvan van die yoghurtdingetjes met smaakjes of zo? Want, die vind ik heel lekker. Maar mag dat? Is het een beetje verantwoord? Of moet het vooral met 0% vet? Of... Oh nee, dat mag niet. Ja, maar ik vind deze vallen gewoon lekker. En ja. Ik bedoel, alleen kwark is zo droog. Dus ik wil gewoon een beetje wat vanille yoghurt nemen. Ik sport het 's ochtends. Ja. Maar ik vind het fijn om 's avonds toch nog wel even goed wat te eten voordat ik geslapen. Ja. Dan slaap ik slecht. En hoe vaak sport je in de week?
tussen de 3 en 5 keer. Oh, dat is wel veel. Hé, hey, en doet Chef met Lef ook aan alcohol? Of, ja? Ik drink wel eens een wijze of wat champagne. En ben je meer van de bier? Maar deze heb ik toevallig gekregen. Ja. En deze ook nog. Ja, maar dat mag ook. Ja. Gezellig. Ik drink zelf niet, maar dat hoort er wel bij. Hé, hey, eet je veel eieren? Want elke ochtend natuurlijk bij je pannenkoekenbeslag? Nou, ga niet. Er gaat maar 1 ei op 2 personen doorheen, zeg maar, door het beslag. Maar mijn huisvrouw die bakt nogal veel eitjes en ik vind het ook wel eens lekker als ik iets Aziatisch koop om daar een gebakken eitje te maken. Hey, en dan willen we ook nog even weten, wat is nou jouw guilty pleasure? Want jouw gezonde voeding lijkt voor mij voor het oog al guilty, ja. Maar dat is natuurlijk niet. Maar wat vind je nou echt, waar kunnen we jou nou voor wakker maken? Die Oreo's met die witte chocolade. Ja, ja. En dan het liefst met een glas koude melk. Ja. Dat vind ik. Heb je die ook nog een keer een receptje verwerkt? Die witte chocolade Oreo's? Ik heb wel Oreo pancakes gemaakt. Niet met die witte, want die smelt te veel. Maar ik heb wel pannenkoekjes en dan die Oreo's erin, zeg maar. Dus een doorsnijden, ja. Dan heb ik ook gewoon echt een pannenkoek met een stukje Oreo erin. Ben je in twijfel komt? In wat voor zin? Maakt niet uit, gewoon in het algemeen. Nee. Nee? Nee. Nou, leuk. Gaan we jou eens even testen. Zoet. Wit. Fruit. Pancakes. Vlees. Wijn. Sterkdrank. Zelfbloem. Ontbijt. Tacos. Fotograferen. Boek schrijven. Nou, zoals bij elke kandidaat in deze serie ga ik ook jouw koelkast beoordelen met een cijfer. Oké. Okay. En wat ik van jou, ja, wat van jouw koelkast vind, je hebt me wel heel erg ingepakt met je pannenkoekslag. En de heerlijke lucht van al het lekkers wat er lag, wat je al had geprept. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik voor Chef met Lef had ik wel iets meer in de koelkast verwacht. Maar wat erin zat was natuurlijk wel hartstikke voedingsproof. Hartstikke veel groenten, zag gelukkig. Ik. Eieren, yeah. Magerkwark, daar word ik wel heel erg blij van. En wat ik je zo aardig vind, geef ik je een 8. maar, ik wil graag een bijdrage leveren aan de Chef met Lef keuken. Oh, dat vind ik heel leuk. Dus, we hebben, je had net wel even de Body & Fit. Ik heb allemaal favoriete goodies van Body & Fit voor je uitgekozen. Hé, hey, dankjewel dat we langs hebben gekomen. En hartstikke leuk. Doeg. Wat een verwennerij bij Chef met Lef. Wij hebben net gewoon nog dik een uur aan tafel gezeten en ons buikje vol gegeten aan de heerlijke Chef met Lef pannenkoeken. Afgetopt met pindakaas, witte chocola, kokosroos en vroren banaan. Super lekker. Ik vond het echt een super leuk bezoekje hier aan de keuken van Nigel. Vond jij het nou ook leuk? Laat het me dan weten met een duimpje omhoog of laat een leuk berichtje achter. En ik hoop dat ik je snel terug zie bij de volgende In de Koekers van video. Doei!